En toen heb u gehoord dat er één geweest is, één. Eén maar, van al die miljarden mensen, één. Die heeft voldaan aan die wet. En die kon zeggen aan het eind van zijn leven, wie overtuigt mij van zonde? Toen heeft hij die wet volbracht. En niet alleen volbracht, maar hij heeft ook de toorn over de zonde in zijn lijf en lichaam gedragen. Hij is gestorven. Maar hij is niet in het graf gebleven. Hij is opgestaan. En al degenen die door een eenvoudig geloof met hem verbonden zijn, die één geworden zijn met Christus, die krijgen ook die wet in zich. Maar niet meer een wet die toornt en die eist. Maar nou komt het. Een wet die belooft. Dan wordt die eis van die wet wordt een belofte. U zult de naam van de Heere, uw God, niet meer ijdelijk gebruiken. Maar er klonk geen veroordeling. Want die wet is vervuld, ook voor mij. Ik heb aan al de geboden van God voldaan. Omdat er iemand anders voor mij, en het is mij toegerekend, en ik heb een nieuw hart gekregen, opdat ik voortaan in een nieuw leven voor God mag wandelen.